Tot daarnet zagen we weer Aziaten die voorbij liepen, maar laten ze toch weer gaan. We gaan een nieuwe slachtoffer zoeken. Super tof dat jullie weer kijken. Mijn naam is Jaime, de boevenspotter. En we gaan vandaag weer gek doen. Super tof trouwens dat er steeds meer dames kijken naar mijn filmpjes. Dat merk ik aan mijn reacties die ik krijg. Want voor dames is natuurlijk heel belangrijk deze filmpjes. Want die worden toch vaak meestal wel het meeste gerot. En veel mensen uit België. Toppie, hè? Nou, ik ga voor jullie weer op jacht. Ik heb nog helemaal niks. Vies weer. Nou, het zonnetje schijnt nu eventjes. Het is echt vies weer, hoor. Regen droog. Dus ik hoop dat we dan dat echt wat gaan opdoen vandaag. Moeten gepakt worden, hè, die zakkenrollers. Als ze er zijn. Dat is echt niet normaal, hoor. Ik zie twee dames en één jongen. En die twee dames die lopen achter twee Aziaten aan met zo'n rolkoffer. En die jongen die loopt een paar meter achter. En die staat om zich heen te kijken. Volgens mij zijn het zakkenrollers, hoor. Je moet echt goed even scherp opletten of dat zo is. Ik ben hier op de Nieuwe Dijk. En volgens mij proberen ze die Aziaten te rollen. Ik ga meteen... Nou, ik wacht nog even met zakkenrollers team bellen. Ik moet het zeker weten. Ik ben hier op de Damrak. Waarschijnlijk, vermoedelijk drie zakkenrollers. Twee dames, één man opgedaan. Of één gozer. Zakkenrollers team heb ik al gebeld. En we gaan gewoon afwachten. Chicken werk! Volgens mij hebben ze Aziaten gerold op de Nieuwe Dijk. En gingen meteen hier die gokhal binnen. Want daar zitten ze te gokken. Het ging allemaal heel apart en snel. Ik liep dus gewoon op de Nieuwe Dijk. Ik zie ze naar Aziaten toe lopen. In één keer zie ik ze omdraaien, stegen, omkijken. Weet je, die tactiek, je weet wel hoe dat gaat, toch? Ladies, boys, meisjes, jongens. En hier zitten ze binnen waarschijnlijk. Nee, waarschijnlijk ze zitten hier binnen. Dit is een van de dames, die zit te gokken. Een van de vermoedelijke zakkenrollers. Ik denk het haast wel, hè. De winterperiode komt dan aan en dan is het wel wat rustiger. Maar wat je wel hebt bij zakkenrollers, dat ze altijd heel vaak overdreven mutsen op hun hoofd hebben. Vooral in Amsterdam, waar heel groot op staat Amsterdam, of Amsterdam. Maar echt overdreven grote mutsen en natuurlijk die grote sjaal. Let daarop, hè, dames, als je in Amsterdam bent. En deze mensen dragen dat natuurlijk ook in al die andere grote steden. En ook veel mensen in België natuurlijk. Hier is die grootste die erbij hoort, kijk. Die donkere broek, hij. Die hoort ook van bij die drie. Even kijken, ik kan nog hier zien. Kijk, hier is die. Dat met die witte trui. En zij ook. Volgens mij komen ze zo naar buiten toe. Met z'n drietjes. Net blijven even hangen. Ik zag die dame net en die jongen. Uitgegokt, geld op. Zoek naar nieuw geld. We staan al in de houding. De andere is nog een gokje aan het wagen. Die dame staat te wachten op die andere. Geld is op. Op jacht naar nieuw geld. Mitchell, kijk. Wat ik vertelde. Dan loopt die andere gozer weer naar buiten. Kijk deze boefjes. Uitgegokt. Opnieuw geld verdienen, hè? Hoe gaan jullie dat doen? Ben benieuwd. Gaan ze volgen. Ga je mee, dames, ladies, boys, meisjes. We gaan er tegenaan. Nou, hier zie je die jongen in het zwart. Die blijft buiten staan. Dames zijn in de winkel binnen. Dat is de tactiek van zakkenrollers. Die man moet in de gaten houden of er niemand van de zakkenrollers team buiten loopt. De verraden Colombiaan die boevenspotter heet. En die houdt dan in de gaten hier buiten. En hier lopen ze weer met z'n drietjes. Dames hebben waarschijnlijk niks. En zo gaat dat zo verder. Op zoek naar een nieuwe slachtoffer. Tot de net zagen weer Aziaten die voorbij liepen, maar laten ze toch weer gaan. We gaan een nieuwe slachtoffer zoeken. Met z'n drietjes, naast elkaar. We gaan weer overleggen, ze gaan terug. Ze gaan wat proberen. Sjaaltje ligt klaar. Kijkt om zich heen. Kijk, met de hand, in de tas, bijna. Lukt er net niet. Nou,
dame staat aan de tas van de slachtoffer. De dame loopt voorop. Die is de jongen, die loopt achter. Ik kon op beeld niet zien goed. Ik kon zien dat ze aan die tas staat. Ik weet niet of ze wat eruit hebben gehaald. En hier lopen ze weer verder met z'n drieën. Regenen gaat het ook nog. Wordt helemaal gek, jongens. En hier staat die jongen weer, jongens. Die staat buiten weer te wachten. De dame is weer binnen. Zoeken weer een slachtoffer. Hier lopen ze weer met z'n tweetjes. Hebben weer Aziat op het oog. Kijk ze snel lopen. Gaan ze weer voorbij. Ze lopen hier. Hier lopen ze met z'n tweetjes. Slachtoffer die had een beetje afstand achterin. Dus de dame. Dit zijn die slachtoffers met die politie erbij. Die werden bijna gerold of zijn gerold. En daarna stond Beda, 100 meter verderop stonden die drie, die twee zakrollers, die twee meiden. Die gaan nou de Primarkt hier binnen als het goed is. Ja, die gaan daar binnen. En die stonden heel dicht op elkaar. Oh my god, wat spannend was dit, zijn de slachtoffers. Ik weet niet of het gerold zijn of het poging was. De politieman staat erbij. Die andere drie die zitten hiernaast in de Primarkt. Aan het even afwachten wat gaat gebeuren. Oh my god. We zijn alle drie zijn ze aangehouden. Kijk deze, het waren het. Zakkerolles team was er super snel bij. Oh my god, het ging snel, snel, snel. Kijk deze jonge dame die net nog aan het gokken was. En die is nu de pineut. Politie was er super bij. Is die andere dame. Politie van de zakkerolles team was echt super bij. Oh my god, met dit weer. Helemaal zeikers. Is die dame die aangehouden is. Oh my god, gekke! Dit rondje was echt hard, snap, snap, weg. Kijk jongens, ze zijn de pineut. Net waren ze aan het gokken. En nu zijn ze gepakt. Allemaal pogingen, pogingen, pogingen. Er zit ook waarschijnlijk een taartje bij. Van toeristen, alles wordt nu genoteerd en gecheckt. Politie komt er erbij. En deze die andere. Kijk deze dame. Ook dan in de boeien. En dan gaan ze het busje in deze twee. Die andere dame moet nog even wachten. Krijg netjes een paraplu voor hun hoofd. Drie zakkenrollers, twee dames. En dan gaan ze netjes mee. Uit het busje, het regent. Ik zorg dat mijn camera niet nat wordt. Gezellig loop je door de regendans, doen we jongens. Met je allen gezellig, de regendans. In Amsterdam. De regendansje. Het was eigenlijk echt 5 minuten werk dit, jongens. Gewoon weer hap, snap, snip, snip weg. Busje komt eraan, politieautootje is erin. Busje gaat erin. En dan gaan ze in de auto, jongens, waar het thuis wordt. En dan zitten ze, jongens. In Amsterdam maak je geen kans, dat weet je. En in de busje zitten ze. Kijk, dame hier baalt echt van. En in de busje zitten ze. En ik ga weer terug even naar die andere. Deze twee zitten in ieder geval weer in. Kijk. En daar gaan ze, jongen. Even genoten van Amsterdam. Even genoten. Adios. En dan gaan ze, hoor. De dame drie. Die bij die andere drie hoort. Bij die andere dame. Ook het busje in. Zijn er weer drie van de straten. Dit was echt 5 minuten werk. Echt bizar. Ze hebben 2 pogingen gedaan en 1 slachtoffer is gerold. En dat waren die mensen die ik aan het filmen, die ik net gefilmd had. Dan gaat ze het busje in. Ze is blij dat ze het busje in gaat. Weer die taxibus in Amsterdam. Want ze gaat er achterin. En alle drie erin. Nou, ik ga nu naar het politiebureau toe. Even getuigenschrift afleggen. Die beelden even laten zien van die meid die aan die tas zat van die toeristen. Mijn missie is geslaagd. Nou jongens, dit filmpje verdient echt zeker duimpje, duimpje, duimpje omhoog. Hier in het natte regen in Amsterdam. De zakkenrollers team was er super snel bij. Het was echt 5 minuten werk dit. Dus duimpje, duimpje omhoog. Vergeet hier niet op mijn hoofdje te klikken hier onderaan. Ja? Oké, dag. Groetjes, laters.